Na onze video met 5 producten die heel handig zijn in een glutenvrij voedingspatroon, hebben we in deze video juist 5 producten verzameld die heel handig zijn in een lactosevrij voedingspatroon. Ook deze video hebben we in samenwerking gemaakt met gluten- en lactosevrije kookkunst. Nou, laten we beginnen met een klein beetje context. Wanneer is het nou belangrijk en handig om lactosevrij te eten? Dat is met name het geval wanneer je lactose-intolerant bent. En lactose-intolerant wil zeggen in de meeste gevallen, bij de meeste mensen, dat het lichaam het enzym lactase niet genoeg aanmaakt. En dat zorgt ervoor dat lactose niet goed verteerd kan worden. En op het moment dat dat klachten geeft, dan spreken we van een lactose-intolerantie. Er zijn ook wel andere oorzaken van een lactose-intolerantie. Die komen wat minder vaak voor. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een darminfectie hebt, waardoor je lactose niet goed kan afbreken. En ook dan kunnen er klachten ontstaan. Nou, bij sommige mensen ontstaan die klachten al heel vroeg, hè? Dus al vanaf de geboorte eigenlijk, op het moment dat je kind bent al. En bij sommige mensen ontstaan klachten pas veel later in het leven. Dus het kan best zijn dat je als kind bij wijze van altijd gewoon lactoseproducten hebt kunnen eten. En uiteindelijk op een gegeven moment in je volwassen leven erachter komt dat dat niet meer kan. Nou, op dat moment is het heel handig om te gaan switchen naar producten die dus lactosevrij zijn. Want uiteindelijk wil je natuurlijk, je wil zo weinig mogelijk voeding in je voedingspatroon hebben die uiteindelijk klachten oplevert in je lichaam. Want die klachten in je lichaam die kunnen best wel ver gaan. En die kunnen ook best wel wat voor wat ongemakken zorgen. En dat is gewoon niet fijn. Dus als je dat kan voorkomen, zou ik het altijd doen. Nou, we hebben dus 5 producten verzameld. Ook hier weer eventjes de context, net zoals in de andere video, dat we deze producten hebben verzameld op basis van feedback van volgers van gluten- en lactosevrije kookkunst. Dus het zijn mensen die daadwerkelijk zelf lactosevrij eten en op basis daarvan suggesties hebben ingediend voor producten die dus heel handig zijn om te gebruiken. Nou, we hebben er 5 staan. Allereerst, laten we even beginnen aan deze kant. Nou, kokroom. Nou, kokroom wordt bijvoorbeeld heel vaak gebruikt in curry's of in andere gerechten. En meestal is kokroom wel lactosebevattend. Dit is een plantaardig alternatief. Dit is een kokroom op basis van kokos. En je zou ook heel goed kunnen kiezen voor het plantaardige alternatief van Blue Band. Dat is dus heel handig om te gebruiken in je avondmaaltijden. Net zoals de plantaardige margarine. Plantaardige margarine is ook een heel handig alternatief. En je ziet hier ook heel duidelijk op staan. Dat is ook heel belangrijk om op te letten. Het is een lactosevrij product, dus het staat er daadwerkelijk op. Het kan soms zijn dat je even bij de ingrediënten moet kijken als het er niet direct op staat. Want dan staat er altijd wel bij allergenen vermeld dat er sporen van lactose in kunnen zitten. Dan kun je het dus beter niet pakken. Nou, dan hebben we melksoorten. Nou, alternatieven voor melk die zijn er gelukkig tegenwoordig volop. We hebben hier een amandeldrink en op die amandeldrink staat heel nadrukkelijk vermeld dat het melkvrij is en dus ook lactosevrij is. Je kan ook bij wijze van kiezen voor een kokosmelk en ook daar weer is het altijd handig. En zeker als je ook glutenvrij moet eten, dus als je die combinatie hebt, kijk dan even op de verpakking of het niet alleen lactosevrij is, maar ook glutenvrij. Want stel, er zitten dan toch sporen van gluten en dan heb je dadelijk alsnog klachten en dat is gewoon niet nodig. Nou, dus een alternatief voor melk is heel handig om in huis te hebben. Net zoals een alternatief voor yoghurt, dat is natuurlijk ook heel erg handig. En ook daar hebben we gelukkig tegenwoordig best wel veel lactosevrije alternatieven. Je zou bij wijze van kunnen gaan voor een yoghurt op basis van soja of iets dergelijks. Maar er zijn ook gewoon yoghurts die eigenlijk qua smaak heel erg overeenkomen met reguliere yoghurt, maar die wel lactosevrij zijn. En we hebben een kaas. En bij kaas is het heel handig om te letten op de verpakking, want op het moment dat de koolhydraten en de suikers op nul staan, dan kun je ervan uitgaan dat er dus geen lactose in zit. Waarom? Lactose is melksuiker. Dus op het moment dat die suikers op nul staat, betekent het dat er geen melksuiker in zit. Anders dan zou er iets van 0,2 staan of 0,3 of misschien wel meer. En op het moment dat er nul staat, dan betekent het dus nou, geen melksuiker, dus geen lactose. Dus daar kun je op letten bij het aanschaffen van een lactosevrije kaas. En ook daar heb je best wel veel verschillende soorten. Je hebt zelfs tegenwoordig volgens mij ook lactosevrije feta soorten, lactosevrije parmezaanse kaas. Dus je kunt heel veel kanten op met kaas zonder dat je de kaas uit je voedingspatroon zou moeten schrappen. Wat is belangrijk bij lactosevrij eten en lactose-intolerant zijn? In sommige gevallen zou bijvoorbeeld kunnen dat je wel nog iets van lactose in je voedingspatroon kan opnemen zonder dat dat klachten geeft. Nou, dan is het handig om heel goed voor jezelf te gaan kijken van oké, waar zit die grens?
En wanneer geeft het klachten, wanneer niet? Dat kun je het beste onderzoeken in samenwerking met ofwel je huisarts ofwel met een voedingsdeskundige. Dus je kunt daar ook voor bij ons terecht. En dan kunnen we samen met jou kijken van hey, wat is nou voor jou nou het geschikte voedingspatroon? Wat past daarin wel en wat past daarin niet? Zonder dat je uiteraard klachten krijgt. Nou, heb je vragen over lactosevrij eten? Heb je nog zelf producten waarvan je zegt van hey, die zijn nou echt handig? Die zouden jullie ook wel in jullie lijstje op moeten nemen. Laat het ons weten via een DM of laat het ons weten in een comment. En dan helpen we je graag op weg met je vragen.